Hij rent deze dagen van interview naar interview. Kranten, televisie, radio. Er is veel belangstelling voor de film, die de mensen volgens Leen zelf een heel andere kant van zijn leven laat zien. Ik denk dat ze juist een inkijkje krijgen in mijn gevoelsleven. En hoe wij daarin staan. Als je dingen meemaakt in je leven, hoe dat je laat relativeren. Dat alles niet alleen maar toeters en bellen en Las Vegas is. When you walk through a storm, hold your head. De film toont de glamour van de uitverkochte gala's in Ahoy, maar ook de optredens tussen de schuifdeuren. Ik heb daar nooit een probleem mee gehad. Dus ik stond vaak, als ik vandaag in Ahoy stond, de andere dag stond ik weer in een kroeg. Dan zeiden ze, ja, maar dat doe je toch niet meer? Dan zei ik, ja, maar wat is jouw criterium, weet je? Dat zijn ook gewone mensen die ook graag naar je luisteren. Where it began, I can't begin to know it. Ik heb dat laag, weet je wel. Hij nam door alle jaren heen 40 albums op, maar nooit met nummers die hij zelf schreef of die speciaal voor hem geschreven zijn. Waarom kwam het er niet van? Ja, ik bedoel, ik heb in het verleden zelf ook wel eens wat liedjes geschreven. Maar ja, mijn latje ligt zo hoog dat ik toch al gauw weer terugval op wat gemaakt is en wat bewezen is goed te zijn, weet je. We gaan er een feestje van maken, dames en heren. Hebben we er zin in? En nu zondag, dus de première van de film. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe de mensen die het straks zullen gaan aanschouwen, wat ze ervan vinden. Nou ja, daar kijk ik naar uit.